welkom bij de 25e aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze keer hebben we opnieuw een universitair docent aan het woord, Sophie Boerman. Zij is universitair docent persuasieve communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Sophie Boerman deed haar doctoraat over de effecten van het informeren van televisiekijkers over product placement in programma's. Het wordt een zeer boeiende aflevering waarbij we het vooral zullen hebben over hoe je influencers kan gebruiken in jouw campagne. Op het einde van deze aflevering zal je ook een zeer boeiende strategie horen die je misschien kan gebruiken in jouw volgende politieke campagne. Alvast heel veel inspiratie gewenst en als ik jullie met iets kan helpen, mogen jullie mij altijd contacteren via reinoud@exposure.be. Goedemorgen Sophie Boerman. Goedemorgen. Fijn dat je even tijd wilt vrijmaken voor alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze keer ben ik opnieuw zeer vereerd dat we een dokter aan het woord kunnen laten, gespecialiseerd in persuasieve communicatie. Dat klopt toch, hè? Jazeker. Ja. Misschien even starten met jezelf nog wat verder voor te stellen. Ja, nou, mijn naam is Sophie Boerman. Ik ben universitair docent bij communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ik specialiseer me in persuasieve communicatie en met name verschillende typen reclame die niet per se als zodanig herkenbaar zijn of gebruik maken van persoonlijke data. En ik onderzoek wat mensen daarvan weten, consumenten daarvan weten en hoe ze daarop reageren. Een zeer boeiende materie vind ik zelf, want ondertussen zitten we aan ongeveer 25 afleveringen. We hebben het al heel vaak gehad over targeting, adverteren, overtuigen, psychologische trucjes, neuromarketing. En ik vind dat dan ook altijd zeer boeiend om ook het stukje ethische aspect van het verhaal aan bod te laten. En dat is toch iets waar jij dagelijks mee bezig bent. Hoe ver of hoeveel weten mensen daarover? Ja. En misschien kunnen we het vooral hebben over OBA. OBA. Ik denk dat weinige mensen, eerlijk gezegd, wist ik het ook niet waarvoor de afkorting stond. Maar OBA staat, en dat is waarin u gespecialiseerd bent, Online Behavioral Advertising. Ja. Een heel groot woord. Misschien toch nog een streepje duiding. Online Behavioral Advertising is eigenlijk reclame gebaseerd op online behavior, dus online gedrag. Dat kan op allerlei verschillende manieren gedaan worden. Vaak wordt door middel van cookies mensen hun gedrag getracked. Dus bijvoorbeeld als jij iets opzoekt in Google, dan wordt dat opgeslagen door allerlei verschillende bedrijven. Wat je doet op Facebook, wat je doet op nieuwswebsites, wat je zoekt in webshops. Al dat gedrag, dat kan op allerlei verschillende manieren verzameld worden en dan gebruikt worden om een reclame zo goed mogelijk te personaliseren en te targeten. Dus vaak komt het erop neer als jij op een vliegwinkel, een vliegwebsite, vliegtickets hebt gezocht. Dan kan het zomaar zijn dat een paar minuten later op je nieuwswebsite precies reclames komen voor die bestemmingen die jij net hebt opgezocht. Mm-hmm. Een zeer herkenbaar verhaal. Hè? Je zoekt een reis naar Kreta en de volgende keer je komt op Facebook of ergens op YouTube, je ziet enkel maar reis naar Kreta. Zeker, ja. Nou, dat is online behavioral advertising. Mm-hmm. En nu natuurlijk met de GDPR-wetgeving is er daar wel wat om te doen geweest. In hoeverre is de GDPR alles aan het veranderen? In die zin verandert het dat bedrijven niet zomaar data van je mogen verzamelen en gebruiken. Mm-hmm. Daarvoor moeten consumenten nu hun consent geven, dus ze moeten daarmee akkoord gaan. En bovendien hebben we nu het recht om dat weer in te trekken en om ook altijd te vragen welke data een bedrijf eigenlijk van je heeft. En dat moeten ze je dan ook verschaffen. Dus er zijn iets meer rechten bijgekomen voor de consument. En het is iets lastiger voor bedrijven om zomaar data over je te verzamelen. En dat is vervolgens te gebruiken voor bijvoorbeeld reclame. Mm-hmm. Maar dus nu met gewoon bijvoorbeeld een vermelding van cookies accepteren, verandert er eigenlijk weinig? Als het alleen nog gaat om dat er cookies worden verzameld, dan verandert het wat dat betreft er weinig volgens mij. Maar daar moet ik bij zeggen dat ik niet een expert ben in de GDPR hoor. Dus, Maar om even terug te keren naar de reis van de Creta. Ja, wat er vroeger wel vaak verteld werd, is dat als je bijvoorbeeld zonder in privé-modus of incognito-modus te surfen, heel vaak reizen opzocht, dat dan bijvoorbeeld dan die vliegtickets voor die bepaalde bestemmingen duurder werden door je cookies. Klopt dit? Klopt dit? Oei. Ah ja, dat weet ja, dat is moeilijk. Ik weet niet, daar is niet heel veel bewijs voor. Nee. Dus ik kan niet per se zeggen, ja, dat klopt. Maar dat lijkt er in de praktijk wel op dat er inderdaad een vorm van prijsdiscriminatie online gedaan kan worden. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe vaak dat gebeurt, daar is nog weinig bewijs voor op dit moment. Oké, misschien even iemand interviewen voor een nieuwe podcastaflevering die daarmee bezig is. Ik ken wel iemand die gespecialiseerd is in prijsdiscriminatie. Oké, goed. Dan kunnen we achteraf de contactgegevens daarvoor delen. Prima. Nog even terug dan naar de OBA, dus het targeten op basis van gedrag. In hoeverre helpt die personalisatie? Is er daar onderzoek naar gedaan? Ja, daar is zeker wel allerlei verschillende typen onderzoek naar gedaan. Ik focus me natuurlijk vaak op de wetenschappelijke kant ervan. Er zijn ook veel bedrijven die laten zien dat ze heel veel baat hebben bij gepersonaliseerde reclame. Maar als je kijkt naar wat de wetenschap laat zien, dan is het eigenlijk heeft het iets meer nuance. En is er eigenlijk iets gaande wat de personalisatieparadox genoemd wordt. En dat betekent dat als je iets personaliseert, bijvoorbeeld op basis van online gedrag, dan kan dat leiden tot zowel meer kliks als tot minder. En dat heeft te maken met het idee dat mensen het aan de ene kant wel prettig vinden als dingen relevanter voor ze worden, omdat het gepersonaliseerd is. Aan de andere kant is het ook wel een beetje eng natuurlijk, dat er data mee wordt verzameld. En als ze zien dat er bijvoorbeeld gepersonaliseerd wordt, dat er een soort van defensiemechanisme optreedt van oké, nee, hier ga ik niet op klikken, want het is te gepersonaliseerd. Ja, dus je kan te ver gaan. Je kan, als je echt heel veel informatie gebruikt of hele gevoelige informatie, dan kan het zijn dat mensen zich kwetsbaarder voelen of dat ze zich zorgen gaan maken over hun privacy. En dat heeft dan een negatieve gevolgen vaak. Dus dat je dus minder erop wil gaan klikken of dat je het minder leuk vindt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het persuasion knowledge model in de praktijk dan. Als mensen het gevoel hebben dat ze overtuigd worden, dat ze dan veel moeilijker te overtuigen zijn. Zoiets. Dat is net weer een ander perspectief. Maar inderdaad, vaak is het zo dat als mensen doorhebben dat ze beïnvloed worden. Wij hebben vanuit ons allemaal de natuurlijke neiging om ons niet te laten overtuigen. Dat heet reactance. En dat is voornamelijk zo bij pubers. Maar zodra wij het idee hebben, er probeert iemand mij te overtuigen, dan kan het nog wel eens zo zijn dat we precies het tegenovergestelde doen. Dan is het ook wel sterk afhankelijk, en dat is ook waar u onderzoek naar doet, hoeveel weet de consument daarover? Dus wat we vaak vinden bij allerlei verschillende vormen van reclame, is dat zodra mensen, dan gaat het voornamelijk over reclame die niet altijd als zodanig herkenbaar is. Dus niet de tijdschriftadvertenties of de posters aan de weg, maar online reclame waarbij bijvoorbeeld een influencer wordt ingezet. Dat als je daarover informeert en mensen die gaan daarover begrijpen dat het reclame is, dat het dan ook nog wel eens negatief kan werken. Omdat mensen dat dan toch blijkbaar niet zo prettig vinden. Mm-hmm. En recent las ik een blog van jullie over jullie onderzoek naar online adverteren op basis van gedrag. En toen zegt u ook van, kijk, er wordt beweerd dat ze OBA ervoor kan zorgen dat 600 tot 700% meer kliks genereert. En leuk is wel, zag ik dat u dat samen heeft gedaan met collega Sanne Kruikemeijer. Zij is ook al te gast geweest in de podcast, is aflevering 6 of aflevering 7, dus dat is wel leuk. Ja. En wat was het resultaat van jullie onderzoek? Was het een fabeltje of effectief toch wel een heel groot verschil? Dat is dus wat we hebben gedaan. Waar die blog over gaat, is een literatuurreview van eigenlijk alle wetenschappelijke onderzoeken tot dan toe over online behavioral advertising. En wat we dus heel erg vinden is die tweedeling. Dus ja, het kan heel goed werken. Het kan positieve effecten hebben. Met name als je niet te veel, niet te gevoelige informatie gebruikt. En als mensen het als relevant ervaren. Maar het kan ook wel echt tegen gaan werken. En het kan dus ook zorgen voor negatieve reacties. Mm-hmm. Wanneer mensen zich echt gaan zorgen maken over hun privacy en zich kwetsbaarder voelen. Ja, ja. Maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen, maar dan bedoel ik vooral de slechte advocaat. Dus eigenlijk blijkt nu dat van zodra mensen het doorhebben, is het niet meer goed of minder goed. Dus is het eigenlijk beter om zo links mogelijk te communiceren. Dus zo, ja, zo onbewust mogelijk. Nou nee, dat is niet helemaal zo. En helemaal niet bij online behavioral advertising. Nee, want wat er wel is aangetoond is dat zodra je juist transparant bent over het gebruik van data. En zodra je juist heel open bent over dat er dus data wordt verzameld en gebruikt en wat je eigenlijk hebt gedaan. Dan waarderen mensen zich, dat heel erg en maken ze zich vaak minder zorgen over hun privacy. En daardoor kan het er dus juist voor zorgen dat je je minder kwetsbaar voelt. En dus dan ook wel de positieve kant ervan inziet. Ja. En er dan misschien wel vaker op wil klikken. Ja, ja. Maar sluikreclame is op zich niet altijd de beste manier dan? Of meestal niet? Sluikreclame. Ja, sluikreclame is dus wel weer wat anders dan online behavioral advertising. Ja. Maar als je echt je boodschap gaat verstoppen... dan kan dat heel goed werken, maar mensen waarderen het toch wel vaak als er wordt verteld wat er precies gebeurt. Mm-hmm. En natuurlijk als we het hebben over sluikreclame, want er is een klein bruggetje die ik wilde maken, dan hebben we het ook heel vaak over product placement. Daar zag ik dat je ook daar wat onderzoek naar hebt gedaan. Ja, zeker. Ik doe veel onderzoek naar gesponsorde inhoud. Dus allerlei type reclame die er niet zo uitzien als reclame. Ja, en natuurlijk vandaag de dag wordt er heel veel sluikreclame, of toch heel veel aan product placement gedaan. In allerlei films, series. Tot ook vandaag de dag op social media. Hè, bijvoorbeeld heel veel grote Facebookpagina's. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Tasty, zo... Ja, pagina's die voor het leuke gerechtjes tonen, maar daar is er heel veel product placement mee gemoeid. Dan zeggen ze van, kijk, maar dit type mes lukt dan heel makkelijk. En dan maken ze tegelijk wel reclame voor het mes. Dus nu met sociale media zien we dat toch ook wel heel hard boomen. En ik vraag me wel af, werkt dit? Dat werkt zeker. Mm-hmm. Voornamelijk, er zijn allerlei verschillende mechanismen gaande. Product placement is natuurlijk niet per se nieuw in televisieprogramma's en in films. Maar wat er nu dus inderdaad heel erg gebeurt, is dat er op social media allerlei mensen en websites ingezet worden. En dat werkt vaak heel goed, omdat je bijvoorbeeld gebruik kan maken van de geloofwaardigheid van een influencer. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als mensen geïnteresseerd zijn in de website Tasty en in recepten, dan willen ze dat recept heel graag zien. Dus dan kan je gebruik maken van de interesse en op die manier toch nog je product ook proberen te verkopen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft lijkt het een hele goede methode. Maar ook gaat dat dus ook gemoeid met de vraag om transparantie. Dus je moet er wel bij vertellen dat het reclame is. Ja, ja. En ik ga opnieuw advocaat van de duivel spelen. Hè? Dus stel je vertelt het niet. Wie heeft er dan het meest baat bij, of wie heeft er dan het meest last van? Heeft dan ook de influencer wel een bepaald slecht... Krijgt die influencer dan ook een slecht imago? Of krijgt het product ook een slecht imago? Of krijgt iedereen een slecht imago? Snap je dit wat ik bedoel? Ja, dat ligt er heel erg aan. Als je niet transparant bent over het feit dat je betaald bent... en mensen komen daarachter, dan kan het heel slecht voor je zijn. Er zijn een aantal voorbeelden van influencers waarbij de comments alleen maar gingen over... waarom vertelt ze niet dat ze is betaald om deze post erin te zetten. Dus dan heeft het zeker negatieve gevolgen voor de influencer en waarschijnlijk ook voor het merk. En bovendien zijn er allerlei codes en regels die zeggen dat je transparant erover moet zijn. En je kan ook boetes krijgen als je dat niet doet. Ja, ja. Dus wat dat betreft heeft het behoorlijk wat negatieve gevolgen. En zijn mensen ook niet helemaal op hun achterhoofd gevallen. Dus ze weten, ze kunnen het vaak ook wel zien. En een label, zoals een sponsored label of partnerschap of whatever, kan heel goed helpen en is ook wel vaak nodig. Maar samen kunnen mensen er vaak ook wel uitkomen. En als dat dan boven komt, dan zou het zeker nog wel negatief kunnen zijn. Mm-hmm. Oké, zeer boeiend. Dus zoals meestal eigenlijk, of zoals altijd, transparant communiceren werkt het best. Ja. Of in ieder geval hou je dan het best aan de regels ook. Oké, heel duidelijk. Nou, natuurlijk, je bent ook gespecialiseerd in persuasieve communicatie. Misschien kan je nog iets vertellen over de meest recente onderzoeken, of het laatste onderzoek die u daarover heeft gedaan? Of waar je nu mee bezig bent? Nou ja, waar ik me dus nu heel erg mee bezig hou is die influencer marketing. Onder andere. Dus het inzetten van een Instagram account. Iemand die heel veel volgers heeft en of dat zin heeft. Mm-hmm. Dus ik val onder de afdeling persuasieve communicatie. Maar hou me voornamelijk bezig met zulke type reclame. Ja, en wat zijn nu de resultaten op dit moment? Want influencer marketing is in de digitale marketing big business uiteindelijk. Super hot, wordt heel vaak ingezet. Wordt in mijn ogen ook een beetje te snel ingezet. Er wordt nu ook heel vaak gesproken over micro-influencers. Dat zijn bijvoorbeeld influencers die in een heel klein niche heel bekend zijn. Dus ik vraag me soms af of het wel echt altijd een verschil maakt. Nou, ik denk dat juist dat inzetten van die micro-influencers is iets wat steeds meer aandacht nu krijgt. Ja, absoluut. Omdat die natuurlijk een heel bepaalde doelgroep kunnen bereiken. En in die doelgroep waarschijnlijk veel geloofwaardigheid hebben. En dat kan heel positief zijn, dat kan heel effectief zijn. Ik heb zelf doe ik veel onderzoek naar het wel of niet gebruiken van zo'n label. Dus wel of niet zeggen dat je betaald bent om dit te doen. Ja. En wat ik mijn allerrecentste onderzoek is het verschil tussen zo'n label, tussen micro- en macro-influencers. En wat het nou precies doet en wat we vonden is dat als je als influencer dus zo'n label erbij zet dat je betaald bent, dat dit ervoor zorgt dat mensen inderdaad beter in staat zijn om te begrijpen dat zo'n influencer betaald is. En dat dat ook wel negatieve gevolgen kan hebben. Dat je dus daardoor geneigd bent om minder vaak te delen, bijvoorbeeld. Ja. En dan, commercieel gezien, heb je enig idee of zicht op of het dan ook effectief meer verkopen genereert? Of het zo omdat het transparant werd gebracht en dat men dan zou kunnen denken, ik ben nu heel volledig hypothetisch bezig, dat men zou kunnen denken van oké, goed, het is duidelijk, maar hij raadt of zij raadt het wel aan, dus ik ga het toch nog even bekijken. Ja, ik denk dat het zeker wel een positief gevolg kan hebben. Met name, er is ook wel onderzoek dat heeft aangetoond dat die influencers heel erg goed mensen kunnen duiden op nieuwe merken bijvoorbeeld. Ja. Dus die kunnen jou heel goed vertellen, kijk, dit jurkje is superleuk en dit is nu een nieuwe webshop waar je heen kan. En dat vinden mensen eigenlijk best wel prettig. Okay, daar zijn zulke influencers wel goed in. Mm-hmm. En nog even terugkeren naar de micro-influencers. Hoe micro kan je gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Iets om te onderzoeken, dat weet ik niet. Nee, oké. Want misschien voor de luisteraar even nog het verschil uitleggen tussen een macro- en een micro-influencer. Macro-influencer, dat zijn bijvoorbeeld de grote televisiesterren, de Q-music mensen, de hele bekende mensen, de acteurs. En dan de micro-influencers zijn dan echt meer de mensen die gekend zijn in de vakbladen, om het even heel duidelijk te stellen. Dus qua aantallen wordt het onderscheid vaak gemaakt dat micro-influencers tot ongeveer 10.000 volgers hebben. En de macro komen vaak boven de 1 miljoen wel uit. Ja, oké. En die micro-influencers die focussen dan op een niche, op een echte niche. Ja, vaak wel. Vaak zijn die heel erg bekend om één ding. Ja. En als ik dan even het bruggetje mag maken naar de politiek. Een micro-influencer zou bijvoorbeeld ook voor een bepaalde partij een lokale bekendheid kunnen zijn. Ja, zeker. Ja. En dat is absoluut aan te raden volgens jou. Ja, dat ligt er heel erg aan wat je doel is natuurlijk, als wat je wil communiceren en waar je over wil overtuigen. Maar zulke micro-influencers met een bepaalde groep volgers, ja, die kan er wel voor zorgen dat je net die mensen bereikt die je wil bereiken misschien, mm-hmm. met een bepaalde boodschap. Mm-hmm. Stel, je bent bijvoorbeeld een groene partij, in Nederland Groen Links, bij ons Groen, en je wilt de volgende legislatuur, of je maakt er een campagnepunt van om x aantal procent van de nieuwe bebouwing sowieso in het groen te hebben. Dus ja. Bos, natuur of andere zaken. Dan zou je bijvoorbeeld met de lokale actievoerder rond milieu kunnen samenwerken. Ja, als dat de mensen zijn die je wil bereiken. En je wil... Je kan dat zeker proberen, ja. Ja. En natuurlijk heeft het wel twee voordelen. Hè? Want één, je bereikt via hem of haar een nieuw publiek of een extra groot publiek, waarbij dat de zender eerder onafhankelijk is. En natuurlijk dat de zender bij die doelgroep ook een veel grotere autoriteit heeft. Ja, je kan gebruik maken van de geloofwaardigheid. Kijk, die mensen die volgen die persoon met een reden. Waarschijnlijk omdat ze die persoon leuk vinden of geloofwaardig vinden of interessant. Mm-hmm. En als die dan iets voor jou kan vertellen, dan is dat zeker een hele handige en betrouwbare bron voor heel veel mensen. Ja, want politiek is niet het meest sexy die er is vandaag de dag. En dan kan je met een influencer wel het iets aantrekkelijker maken. Ja, zeker. Ja, er zijn op dit moment wel ook wel in Nederland influencers met vrij veel volgers die nu hele campagnes over plastic bijvoorbeeld aan het verspreiden zijn. Ook YouTubers. Ja. En ik denk dat dat een hele goede manier is, want op die manier kan je toch een vrij jong publiek bereiken die je op een andere manier wellicht niet bereikt. Mm-hmm. Oké. En het gebruik van influencers is iets dat in Amerika al heel lang wordt gebruikt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de grote rallies waarbij bijvoorbeeld Pharrell Williams samen met Hillary Clinton op het podium stapt. Dat zijn dan die macro-influencers uiteraard. Maar ik heb me altijd laten vertellen, ook in de onderzoeken gelezen, dat werd vooral gedaan vanuit strategisch oogpunt, omdat een grote deel in de massa weinig interesse heeft in politiek. En als ze dan bijvoorbeeld een Pharrell Williams zien, dan gaan ze vanwege zijn imago wel meer openstaan voor de boodschap. Ja, zeker. Kijk... vroeger werd het celebrity endorsement genoemd, hè? Het is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Maar ja, je kan zeker gebruik maken van celebrities en van influencers die mensen heel erg leuk vinden. En als je je daaraan kan koppelen, dan hoop je dat er een soort spillover effect is. Dus als ik Pharrell leuk vind en hij vindt Hillary Clinton leuk, nou, dan zal Hillary Clinton ook wel leuk zijn. Of dan zou er zijn natuurlijk heel veel mensen die celebrities heel erg vertrouwen en heel erg waarderen en het heel erg belangrijk vinden wat zij goed vinden. En op die manier kan je natuurlijk wel proberen dat over te brengen naar bijvoorbeeld een politicus. Ja. Toen ik in Amerika was en verschillende ook campagnevoerders had geïnterviewd, had ik een gesprek met een dame die al 30 jaar in de politieke PR zit. En zij was eigenlijk ook gespecialiseerd in het gebruiken of het inzetten van influencers voor politieke campagnes. En natuurlijk, als ik dan met die tips naar Vlaanderen kom, de eerste vraag die je krijgt is, dat is niet zo makkelijk om die influencers voor elkaar te spannen. En Bettina was de dame uit Amerika, heeft me daar wel wat tips gegeven, maar wat is volgens jou, heb jij enige modellen of tips om bijvoorbeeld influencers aan jou te koppelen, of is dat niet zo speciaal, of is dat niet echt daarover waar je onderzoek naar doet? Nou, ik denk dat er twee dingen heel belangrijk zijn. Eentje is, je moet ervoor zorgen dat die influencer inderdaad ook eens is met jouw mening. En daarachter kan staan. En dus op die manier wel een betrouwbaar beeld kan geven van jou. En van de endorsement. En volgens mij moet je gewoon heel veel geld hebben. Mm-hmm. Maar in politiek lukt dat niet echt, hè? Met geld, dan is iets te gevoelig. Ja, maar weet je, ik begrijp ook wel, als influencer of celebrity zijnde is het ook best wel een risico natuurlijk om je te koppelen aan een politicus. Ja, ja. Dus er zullen niet veel mensen daar heel happig op zijn om dat te doen. Maar als ik dan even de strategicus in mij mag loslaten, dan zou het bijvoorbeeld veel interessanter kunnen zijn om een influencer niet in te zetten voor jouw partij, maar een influencer in te zetten om een bepaald topic te primen, zodat dat topic in de media geraakt en jij kan dat topic dan claimen, waardoor mensen in het stemhokje jou aan dat topic koppelen ook. Ja, dat klinkt als een hele goede strategie. Mm-hmm. En laten we niet vergeten dat er wel veel endorsers worden gebruikt, ook als lijstduwers. Hè? Dus er worden vaak bij verkiezingen bekendere mensen helemaal op het einde van de lijst gezet. Die zich op die manier wel willen koppelen aan die partij, maar niet zozeer gekozen willen worden uiteindelijk. Mm-hmm. En dat gebeurt wel vaker. Ja, maar ik denk dat die influencers dan in politiek vooral interessant kunnen zijn om bepaalde topics te primen. En zeker in de media te krijgen, want uiteindelijk een eeuwenoude wet in de politieke communicatie is, zij die de onderwerpen kunnen beheersen in de media, zij winnen de verkiezingen. En als je kan ervoor zorgen dat die onderwerpen waar jij al jaren of maanden over aan het communiceren bent, dat die continu top of mind zitten bij de mensen, maar ook bij de media, dan denk ik dat je... Nee, dat denk ik niet. Dan ben ik er 100% zeker van dat je een streepje voor hebt. En dan kunnen die influencers... Of daarvoor kunnen die influencers in politiek veel makkelijker gebruikt worden, omdat ze dan niet gekoppeld worden aan een partij, maar je kan ze wel koppelen aan een onderwerp. Ja, zeker. En dat is waarschijnlijk ook makkelijker, want het is als bekend persoon waarschijnlijk veiliger om te zeggen dat je het heel belangrijk vindt dat plastic op de juiste manier wordt gebruikt dan wanneer je zegt je moet op deze partij stemmen. Mm-hmm. Mm-hmm. Zeer mooi. Weer een zeer boeiend inzicht. Oké, goed. Dan ga ik even alles overlopen. Ik zie hier alle puntjes die ik op een notitieblaadje had geschreven, dat ik die ondertussen al... dat die hebben overlopen. Nu, wat misschien al als einde, hoe is het gesteld met de mensen hun kennis over sluikreclame en online adverteren op basis van gedrag? Wat betreft de gesponsorde inhoud, dus het gebruik van influencers en bloggers en YouTubers, vinden mensen het soms nog best wel moeilijk om te begrijpen dat bepaalde posts eigenlijk gesponsord zijn of betaald. En zou ik dus altijd aanraden om transparant te zijn. En dus altijd gebruik te maken van een label of een hashtag die vertelt dat je betaald bent of hebt. En wat betreft online behavioral advertising ligt de herkenning daarvan heel erg op. Is heel erg afhankelijk van wat voor type en hoeveel informatie je gebruikt. Dus als het heel makkelijk te herkennen is als... Kijk, dit heb ik net gezocht op een website en ik zie dat nu weer terug. Dan herkennen mensen het wel. Maar zodra het wat subtieler wordt, dan herkennen mensen dat vaak niet. Dat kan voor problemen zorgen. Want ja, mensen weten heel weinig van cookies, van online behavioral advertising af. En dat is een risico voor hun privacy. Ja. En ik denk dat het ook wel zeer sterk leeftijd dat afhankelijk is. Hoe ouder de leeftijd, hoe minder kennis erover, of niet? Dat wordt wel eens gevonden. Ik denk eerder dat het te maken heeft met opleidingsniveau ook. Ja, oké. Leeftijd speelt... het is moeilijk. De ene onderzoek laat het wel zien, de andere niet. Ja, want waarom ik het denk is... Als ik advertenties opstel voor politieke partijen... Dan merk ik in mijn resultaten zeer vaak... dat de oudere doelgroep veel meer klikt... en veel meer reageert... dan de jongere doelgroep. Ja, maar dat is een beetje contradictorisch. Hoe zegt u? Dat hoeft niet door kennis te komen, dat kan ook door interesse te komen. Ja, wel, maar dat is net een beetje contradictorisch met wat ik soms dan in de workshops hoor, is van ja, maar dan bereiken we enkel jongere mensen op sociale media, terwijl ik eigenlijk vaststel dat je net interactiegewijs veel minder jongeren bereikt op sociale media dan de oudere doelgroep. En de hypothese die ik zou kunnen stellen, maar ik moet ze natuurlijk onderzoeken, is net op basis door die herkenbaarheid van bijvoorbeeld gesponsorde ads, dat mensen dat niet altijd zien of begrijpen en dat ze daardoor sneller reageren en vergelijken met de jongeren. Maar het is een pure hypothese, dus ik heb het niet onderzocht. Nou, dat is een goede hypothese om een keer te onderzoeken, toch? Ja, absoluut. Maar er is niet per se aangetoond dat er een relatie is tussen kennis en leeftijd. Het lijkt er wel op, maar het is niet zo duidelijk nog. Oké, goed. Nee. Zeer boeiend om mee te eindigen dan. Waarvoor weer opnieuw hartelijk dank. We sluiten de podcast wel altijd af met een power tip. Wat zou jouw power tip zijn voor de luisteraars? Nou, mocht je influencers of online behavioral advertising willen gebruiken om iemand te overtuigen, dan zou ik zeggen, wees altijd transparant in je methode en wat je precies doet, want dat wordt vaak gewaardeerd. Mm-hmm. Oké, zeer mooi om mee te eindigen. En dan kan ik u enkel nog hartelijk bedanken voor de zeer boeiende inzichten, zeer boeiende tips die we hebben gekregen. En hopelijk nog eens tot binnenkort dan. Ja, graag gedaan. Veel succes. Dankjewel, tot de volgende. Doei. Dag. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen, neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren indien je interesse hebt in een van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!